Welkom allemaal, welkom hier in de zaal, welkom sprekers, welkom mensen online. Ik ben super blij dat jullie er allemaal zijn op deze hele warme, zweterige dag en dat jullie niet op het terras zijn blijven hangen. Deze talk heet Autoriteit en Activisme, Journalistiek onder de Loep. Mijn naam is Zara Kars. Ik ben programmamaker bij het Netherlands Institute for Advanced Study, wat kort gezegd NIAS is. En dit programma is onderdeel van een grotere reeks van maandelijkse programma's waarbij de onderzoekers en de journalisten en de kunstenaars die tijdelijk bij NIAS werken met elkaar, met jullie in gesprek gaan over onderwerpen die we allemaal belangrijk of prangend vinden. En soms ook over onderwerpen die we helemaal niet per se heel prangend vinden, maar gewoon heel leuk om te bespreken. En ik ben heel blij en ook een beetje trots dat we hier vanavond een samenwerking hebben met het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Want NIAS en het Fonds werken elk jaar samen. En dankzij het Fonds hebben wij elk jaar 1 à 2 journalisten in residence, die dan 5 maanden komen werken aan een onderzoeksproject. En daar zijn al een aantal hele toffe journalisten uitgekomen. Ik heb meegemaakt Jaap Tielbeke en Marijn Kruk en Saar Slegers. En as we speak zit voor mij Fleur van der Bij, die momenteel journalist in residence is. En die schuift ook aan. Vanavond hebben we het over de huidige stand van zaken in de journalistiek. En dan specifiek over de manier waarop journalisten zich verhouden tot autoriteit en activisme. Hij gaat wat harder, ja, dat is beter. Zelf ben ik helemaal geen journalist, maar ik lees wel eens de krant en ik kijk ook wel eens op social media. En het kan aan mij liggen, maar er zijn steeds meer discussies over niet alleen persvrijheid, maar volgens mij ook de rol, de veranderende rol en functie van de journalistiek en de journalist in de samenleving. En over de evolutie, daar zit ik even te kijken naar mijn eigen aantekeningen, van de journalist als waakhond naar pleitbezorger van sociale verandering. En de vraag is eigenlijk, wat moeten we daar dan mee? Is het nog tegenwoordig objectief observeren en beschrijven van de feiten, of zijn persoonlijke opvattingen en activisme steeds meer de norm? En wat betekent dat dan? Wanneer wordt iets activisme en gaat autoriteit daardoor verloren? En is dat erg? Vanavond verkennen we eigenlijk verschillende opvattingen. En dat doen we met 4 hele toffe mensen. Met Henk Blanke, met Fleur van der Bij, met Yvonne Zonderop en Sander Heijnen. En ik zal ze zo meteen wat meer aankondigen als ze op het podium komen. Voordat we beginnen, hoe ziet het programma eruit? We starten met een column van Henk. Dan ga ik in gesprek met Fleur. En daarna is er een panelgesprek met Sander en Yvonne. En voor alles, behalve denk ik tijdens de column van Henk, geldt als je vragen hebt, stel ze vooral en steek je hand op en dan zijn er 2 of 1 mens van Spui25 die met een microfoon langslopen. En er zijn geen domme vragen. Dus voordat ik blijf doorlullen, Henk, heel graag nodig ik jou uit. Nee, zullen we eerst naar de video's kijken? Ik verdwijn even achter deze muur om hem aan te zetten. Tot zo. Kijk mij nou. Ik ben nog half de man die ik was. Zonder stok val ik zomaar om, soms. Ik kwijl als ik sta te plassen of een uitsnijder aan het aanrecht. En soms kan ik nauwelijks praten. Kijk mij nou met mijn Parkinson. Langzaam word ik invalide. En als ik echt pech heb, dan eindig ik verloren. Verward, verdwaald, dement. Mijn schoonvader was 91 toen hij zijn vrouw aanzag
voor een insluiper en haar met een keukenmes te lijf ging. Kort daarna liet hij hem achter in het verpleeghuis. Nooit laat dat beeld me nog los. Die verdwaalde man achter de glazen deur. Zijn radeloze ogen. Zijn stille verwijt. Zijn niet te stelpen eenzaamheid. Met de pijn van mijn Parkinson heb ik leren leven. En schaamte slijt. Maar hoe gaat het straks? Hoe zal het gaan als ik niet meer weet dat ik leef? Dan ga ik liever dood. Het bestaat uit twee filmpjes, dus hier komt de. Nu al kan je naasten met jouw volmacht een medische behandeling tegenhouden als je verward en verdwaald een longontsteking krijgt. Nee, dokter, aan die antibiotica beginnen we maar niet meer. Daar ga je net zo dood van. Alleen wat later en alleen wat lulliger. Daarom moet de wet toestaan dat je dat zelfbeschikkingsrecht kunt delegeren. Zodat je liefst niet de pil in je pap hoeft te roeren, maar wel het moment kan kiezen. Ja, dokter. Laat hem nu maar gaan. De wet moet regelen dat die naaste op jouw verzoek kan vragen om euthanasie. Alsof je er zelf om vraagt. Zodat ze later zeggen, kijk hem nou. Hij stierf niet te laat. En niet te vroeg. Hij ging op tijd. Dank u. Kom erbij. Nou, bedenk ik me, Henk, dat ik jou nog niet helemaal heb voorgesteld. Dus vind je het goed als ik dat nog even doe? Henk Blanke schreef voor de Volkskrant, de Groene Amsterdammer en The Guardian. Voor zijn journalistieke werk kreeg hij een tegel, een gouden pennetje en een EU Health Prize for Journalists. Hij heeft Parkinson en daardoor een grote kans op dementie. En voor de Correspondent onderzocht hij hoe om te gaan met aftakeling en de dood. En daar zagen jullie net ook een stukje uit de TED Talk die hij in 2018 deed. Ik geef jou het woord. Dankjewel. De kunst om niet te vallen is het, hè? Daar sta je dan. Een paar minuten duurt het nog. Dan moet je de 10 wankele passen doen naar die benarde rode stip. Zonder in het donker te struikelen over een kabel. Het is eind 2018. Hoe ben ik hier in het hemelsnaam terecht gekomen? Dan ga ik op het godvergeten grote podium, met 1000 mensen aangestaard, vertellen dat ik steeds vaker val, steeds vaker kwijl. En in een volle trein mijn plas laat lopen. Om met een barst in mijn stem uit te leggen dat ik uiteindelijk liever sterf. Dat activisme is mijn rol toch niet? Mijn hele leven journalist geweest. Ik doe in feiten, niet in politiek. Ik schrijf over het oproer, niet van bovenop de barricades. Die TEDx-avond val ik opnieuw van mijn geloof. Ik verloochen door journalistiek deels. Zoals een leven geleden God. Ik was 15 en bedacht dat de mens hem had geschapen en niet andersom. Dat dat na de jaren 60 geen groot inzicht meer was, maar een cliché, wist ik niet. Sinds de 60's kon alles, mocht alles en was alles bespreekbaar. Behalve op Zuid, Rotterdam-Zuid. Bij ons in de straat duurde de benepen jaren 50 tot diep in de jaren 70. En als je gereformeerd was, zoals ik, nog wel wat langer. Mijn vader ging nog voor in gebed, waarna we zwijgend aten. Dat er een oorlog woedde in Zuidoost-Azië, in Vietnam, kreeg ik pas door toen op tv de laatste Amerikaanse helikopters
opstegen van een ambassadedak in Saigon. Ik zat in Atheneum 4 en ik had werkelijk geen idee. Dat bedoel ik maar te zeggen. Wereldvreemd, ja. Mijn eerste vriendinnen hebben het aan hun lijf ondervonden. Hoe wereldvreemd. Ik rommelde maar wat aan. Wist niet waar ik het zoeken moest. Ik werd links omdat journalisten nu helemaal links waren in die tijd. Opinies had ik niet. Wel een aardige pen. Zo belandde ik als ex-gereformeerde, niet universitair geschoolde, niet te kraken bij de Volkskrant. Daar hield ik mij schuil achter Jan Blokker. Volgens wie journalisten nergens lid van moesten zijn, zou ergens mijn pen. Onder de mom van principiële onafhankelijkheid hield ik mij op de vlakte. Ik bleef een man zonder mening. En daar sta je dan ineens in een TEDx-talk. In de coulissen. Alleen dankzij een coach, ze leerde ook Rutte spreken, kun je nagaan, kun je nog verstaanbaar maken. Tot hier heeft ze me geholpen. Zometeen moet ik het alleen doen. Net als doodgaan, grijns ik nog. Waarom vraagt ze dan, wil ik dit? De linkse kerk heeft de idealen van 60 laten verwaaien. De multiculturele samenleving, gelijke kansen, geluk voor iedereen. We kregen er een hardvochtige samenleving voor terug. Dat falen van links moet ik me ook mijzelf aantrekken. Als redacteur in Volkskrant was ik 16 jaar lid van de linkse kerk. Al was dan een koorknaap, op de achterste rij. Het bepaalde wie ik was, ook al was ik niemand. Ik heb mij lang genoeg verstopt en is nu afgelopen. Dank u wel. Moet je me nog wat vragen? Dankjewel. Ja. Mag ik jou nog wat vragen? Ja, je noemde namelijk in je column net, ik kom er even bij, dat je inderdaad, je bent van je geloof afgevallen en van principiële onafhankelijkheid, dat eigenlijk van dat geloof afgevallen. Wat heeft dat betekend voor jouw opvatting van jouw werk als journalist? Nou, voor volledigheid zal ik erbij zeggen dat ik in 2006 heb ik een boek gemaakt. Dat heette Pop-up, samen met Mark Deuze. Waarvan een andere de strekking was dat we een wat meer activistische journalistiek zouden moeten bedrijven. Dat we als kranten, als kwaliteitsjournalistiek zelfs, wat vaker een standpunt in moesten innemen. Een beetje zoals de Telegraaf toen deed, wat ontzettend tegen het CRB was natuurlijk bij ons. Maar toch op die toon. Wij vinden iets, we staan ergens voor en dat gaan we bepleiten in de samenleving. Ik heb dat in 2006 opgeschreven als ideaal voor de journalistiek, omdat ik vond het veel te koud en te kil en te verstandelijk. Maar er niet zoveel mee gedaan. Toen ik natuurlijk zelf tot ontdekking kwam, dat ik ziek zijn als ik ben, gewoon geen keus had. Weet je, het wordt echt anders als je nadenkt over je positie als pleitbezorger ergens van, op het moment dat je zelf aan doodgaan bent. Ja. Ja. Dat is, ja. En heeft het, hoe reageerden mensen daarop? Dat hangt af over wie je het hebt. Je bent de meeste van mijn oud-collega's, ja. Die zijn voor mijn generatie, maar ja. Eentje uitgezonderd. Die vond maar niks. Ja. Ik denk dat ze onzeker waren over wat de uitkomsten zijn. Hè? Als je onafhankelijkheid laat vallen, laat je ook je beroep de waarheid vervallen. Mm-hmm. Dan zeg je dat jouw waarheid niet meer de enige heilig is. Ja. En dat vond ik natuurlijk eigenlijk wel. Ja. Want als we het moesten vinden. Ik vond niks, ik had geen flauw benul. Maar dat is een eerlijk antwoord. Ja. En niet leeftijdgenoten, hoe reageerden die erop? Zou je dat kunnen verwachten. Die vonden het heel vanzelfsprekend dat je een mening had. Hmm. En nou goed, twee jaar later hadden we ineens internet en had iedereen een mening. Ja. Nou, maar we hadden er ook niet bij me doen natuurlijk. Ja, dat klopt inderdaad. We gaan zo meteen verder praten over verschillende opvattingen als het gaat om generaties. Ik wil je heel erg bedanken, Henk. Heel goed. Geef ik jou even een hand om hier het podium af te komen? Ja, weg en dan kom gewoon. Ik ga uit de weg. Dank. Ja.
Dank Henk. De volgende die ik graag uitnodig op het podium is Fleur van der Bij. Fleur is journaliste, historica, schrijfster. Werkt momenteel als journalist in residence bij NIAS. Aan een boek over postercollectief Loesje. Waarschijnlijk bij de meeste van jullie bekend. En eerder schreef ze twee boeken. De Nijl in mei, een ontdekkingsreis naar het hart van de waanzin. En verkeersslachtoffer 2210 of 22 oktober. 2210. Precies. Nee, ja, ik dacht misschien heb jij een bepaalde manier om het uit te spreken. Anyways, kom erbij, zou ik zeggen. Ik kondigde net jouw twee boeken aan. Ja. Welkom trouwens. Dankjewel. De Nijl in mei en verkeersslachtoffer 2210. Ah ja, mooi. ja, ze zijn hier. Ze zijn er. Voor de mensen onder ons die jouw werk niet kennen, kan jij kort wat uitleggen over, vertellen over waar deze twee boeken over gaan? Nou ja, om meteen maar dan bij, bij dit programma te blijven. Ja, ja, ja. Het eerste boek werd per ongeluk heel persoonlijk en het tweede boek werd per ongeluk activistisch. En ja, ik ben journaliste, historica, schrijfster, noemde je net al. Ik heb een opleiding journalistiek in Zwolle gedaan en Windesheim en daarna geschiedenis in Groningen. En even een leuk detail ook in de context van deze avond, dat ik was altijd vrij maatschappelijk geëngageerd op de middelbare school al. En het moment dat ik lid kon worden van een politieke partij, deed ik dat ook. En dat werd GroenLinks. Maar op een gegeven moment ging ik journalistiek doen. En ja, er werden me toch wel allemaal dingen geleerd over feiten van meningen scheiden. Onafhankelijk zijn, niet voor je bronnen betalen. Allemaal waarden als een journalist. Maar die onafhankelijkheid, ja, dat werd ons ook wel heel erg ingewreven natuurlijk. En dat vond ik heel belangrijk. Ik vond dat ik ook echt een verantwoordelijkheid had als journalist. Dus toen ik mijn eerste stage ging lopen bij het Dagblad van het Noorden was dat, op de stadsredactie, toen zei ik mijn lidmaatschap van de politieke partij resoluut op. Ik denk, ja, dat kan echt niet meer. Dus dat even over ja, hoe ik daar toen als student mee omging. Ja, dat ik deze boeken ging schrijven, dat was eigenlijk pas veel later. En het eerste boek, De Nijl in mijn ontdekkingsreis naar het hart van de waanzin, dat kwam eigenlijk voort uit mijn masterscriptie geschiedenis. En ik moest een onderwerp kiezen en ik ontdekte dat er een hele interessante ontdekkingsreiziger was geweest. En die heette Juan Maria Schuffer. En dat klinkt als een exotische naam, maar die heeft hij later veranderd. Hij heette eigenlijk gewoon Jan. En hij was de zoon van een hele rijke koffie- en theehandelaar hier in Amsterdam. Ik heb de luxe nu aan de Kloveniersburgwal te mogen wonen voor het NIAS. Daar had hij ook een heel groot pand. En nog veel meer panden in de stad. Dus hij was heel rijk. En omdat hij zo rijk was, kon hij met het familiekapitaal kon hij ontdekkingsreizen doen. En dat deed hij langs de Nijl in Sudan en Ethiopië. En daar verdween hij ook in 1883. Dus we hebben het over eind 19e eeuw. Ik koos dat als mijn scriptieonderwerp en ik vond het heel interessant. En ik dacht ook van jongens, dit is een cold case eind 19e eeuw. En die wil ik oplossen. En dat was eigenlijk voor een scriptie was dat ook niet genoeg. Dus ik wilde er ook een boek over maken. En deels dus over die cold case, maar Schuffer had ook allemaal reisverslagen geschreven over de politieke situatie op dat moment. Dat wilde ik ook eigenlijk vergelijken met hoe het nu was. Dus ik wilde eigenlijk in de voetsporen van Schuffer die reis opnieuw maken. En nou ja, deels zijn cold case onderzoeken en onderzoeken op een journalistieke manier hoe het dan nu allemaal daar zat. Kreeg ik ook geld voor van Fonds Bijzonder Journalistiek Projecten. En dus ik ben die reis gaan maken, dat kon ook. Ja, en dat was spectaculair. Ik ben met een backpack, met een tentje, ben ik naar Khartoum, de hoofdstad van Sudan, gevlogen.
daar gaan kamperen aan de Nijl, net als Schuver. En vanaf daar mijn expedities voorbereiden en doen, uitvoeren ook. En ja, dat was te gek, maar ik was natuurlijk ook in een heel raar land. En ook een door oorlog verscheurd land, want de plek waar Schuver was verdwenen was in Zuid-Soedan. En daar ben ik op een gegeven moment ook naartoe gegaan. En wat er eigenlijk gebeurde was dat, omdat ik in dat oorlogsgebied was, werd ik continu geconfronteerd met de dood. En de dood is sowieso in Afrika veel meer aanwezig dan hier. Ja. En dat triggerde bij mij de herinnering aan mijn zusje. En zij is overleden toen ik 15 was. Zij was 12. En dat is in 1996 gebeurd. En het gekke was dat ik in dat rare land, tussen al die vreemde mensen, begon ik eigenlijk voor het eerst in 13 jaar over mijn zusje te praten met die mensen. En dat was wel heel indrukwekkend. Maar op het moment zelf had ik dat ook nog niet zo door. Het gebeurde eigenlijk gewoon. Nou goed, de reis was klaar. Ik ging terug naar Nederland en ik probeerde uit alle macht dat journalistieke boek te schrijven wat ik beloofd had in de voetsporen van Schuver. Maar ik had zoveel meegemaakt en dat had zoveel indruk op mij gemaakt. En ja, dat hele eigenlijk het onverwerkte trauma van mijn zusje kwam letterlijk op een waanzinnige manier naar boven. Ik raakte in psychoses en ik raakte totaal het contact met de werkelijkheid kwijt. Nou, je kunt je voorstellen dat natuurlijk best een hele tijd duurt voordat je daar weer van bijgekomen bent, van hersteld bent, hè, met heel veel therapie en hulp. Maar toen ik me weer wat beter voelde, dacht ik, ja, maar ik heb nog steeds een verhaal te vertellen. En niet meer alleen dat journalistieke en dat historische verhaal, maar ook dat persoonlijke verhaal. Want op een of andere manier voelde het ook niet meer zo urgent en actueel of relevant om dat van elkaar te scheiden. En toen ben ik op een gegeven moment gewoon begonnen. Begonnen met schrijven en het had nog niet zoveel richting. En ik denk, ik wist, het moet allemaal buiken passen, maar ik weet nog niet hoe. En op een gegeven moment was ik aan het schrijven en ik had zo'n wereldkaart aan de muur hangen. En dan zag ik zo de rivier de Nijl op stromen. En toen dacht ik, ja, ik heb die rivier in de voetsporen van Schuver gevolgd, maar alles wat dat naar boven heeft gewoeld, dat is dan de Nijl in mij. En zo heb ik uiteindelijk het verhaal van de ontdekkingsreiziger en mijn zusje en wat dat met mij persoonlijk heeft gedaan aan elkaar gekoppeld. En ja, om te zeggen, ja, is dit nou dan al een heel activistisch boek? Nou ja, je krijgt in zoverre, heb ik wel heel graag willen laten zien ook wat een geestesziekte is, dat taboe doorbreken, daar open over zijn. Dus dat zou je voor dat boek kunnen zeggen, dat ik dat er wel graag mee wilde bereiken. En daarna ben je aan het tweede boek begonnen. Precies. En waarvan je net al zei, dat is een stuk activistischer van aard. Ja, zeker. En dat begon eigenlijk ook nog niet eens dat ik per se een boek wilde maken. Het was meer dat ik in de eindfase van het schrijfproces van dat eerste boek, dat ik echt zoiets had van, wow, ik begrijp nu zo goed wat het ongeluk met mijn leven heeft gedaan. Nu ben ik eigenlijk heel benieuwd hoe dat nou is geweest voor die man die dat ongeluk heeft veroorzaakt. De ondertitel is ook Op zoek naar de man die mijn zusje heeft doodgereden. En die vragen die kwamen op. En dat was eigenlijk de bedoeling dat ik daar gewoon persoonlijk een antwoord op wilde. Maar ja, dan komt die journalist, die journalistieke rol er toch ook wel weer bij. En op een gegeven moment was ik daarmee bezig en kwam ik steeds verder op dat pad van, nou, hoe zit dat nou met daders en slachtoffers? En dacht ik, ja, dit verhaal is gewoon groter dan mijzelf. En volgens mij moet ik dat ook gewoon gaan opschrijven. Nou, dat vond mijn redacteur ook een goed idee, dus dat ben ik gaan doen. En om nou bijvoorbeeld een van de thema's, er komen heel veel thema's in dat boek naar voren, die ik dan belangrijk vind naar voren breng. En een van die thema's is dat ik kwam erachter in die zoektocht naar die man die mijn zusje heeft doodgereden, is dat
Het was echt een ongeluk. Hij heeft het niet met opzet gedaan. En ze noemen dat ook wel een veroorzaker. En ik kwam er dus ook achter dat verkeersongevallen zo uniek zijn, ook bij de berechting ervan. Want je hebt dus heel vaak situaties met alleen maar slachtoffers, omdat ja, degene die het gedaan heeft het ook niet wilde. En daarop voortbedurend kwam ik erachter dat mensen aangeven vaak dat ze in zo'n geval wel een behoefte hebben om juist met elkaar in gesprek te gaan. Terwijl als je dan bij een rechter staat, dat een advocaat vaak zegt van nou doe maar niet, hè, zwijgrecht, dan is je straf lager. En dat ik op een gegeven moment ook maar naar voren ben gaan brengen in mijn boek van, maar is het dan niet juist beter dat je minder straf krijgt als je wel bereid bent om met elkaar te praten? Dus dat is een van de aspecten die ik in mijn boek, en die heb ik later ook in de Volkskrant, die nam contact met mij op of ik een opinieartikel wilde schrijven. En die titel is ook geworden van, praten helpt iedereen vooruit, zowel nabestaanden als de veroorzakers. En dat was voor mij dat boek, ja, dat zou ik toch best ook wel een beetje een activistisch pamflet willen noemen in die zin. Ja. Hoe reageerden mensen daar op jouw boek? Op jouw tweede boek. Oh. Ja, heel positief. Ik heb heel veel positieve reacties gekregen. Zowel van nabestaanden van verkeersslachtoffers zelf, maar ook van een aantal veroorzakers. Ja. Die voelden zich eigenlijk ook wel gehoord. Ja. Ook van organisaties zoals bijvoorbeeld Slachtofferhulp Nederland. Die vroeg mij dan of ik ambassadeur voor de slachtoffers, verkeersslachtoffers wilde worden. Er was een tv-productiebedrijf, die wilde er een tv-serie over maken. En dan wil ik eigenlijk een bruggetje maken naar het punt van, hoe is het nou om dan zo persoonlijk met zo'n onderwerp mee bezig te zijn? Aan het begin vond ik het heel mooi, maar op een gegeven moment werd ik ook wel doodmoe van. Ja. En dat ik op een gegeven moment zoiets had van, eigenlijk zou ik dit onderwerp nu ook wel willen loslaten en met iets anders verder gaan. Nou goed, op een gegeven moment kwam corona en toen vielen de plannen van het ambassadeurschap en de televisieserie, die vielen wat stil. Ja. En tegelijkertijd ging het wel goed met de fondsenwerving van mijn derde boek. En daar was ik eigenlijk heel erg opgelucht over. En toen dacht ik, ja, weet je wat, ik ga dat nu echt niet meer doen, want dit hoort me eigenlijk ook wel best wel te veel. Nou, om dan weer meteen het bruggetje te maken naar jouw derde boek waar je nu aan werkt. Dat gaat over postercollectief Loesje. Precies. Creatief activisme. We hebben één poster gekozen. Uitgekozen. Ja. Jij bent zelf ook betrokken geweest bij Loesje. Ja, dus ja. Is het dan niet toch weer opnieuw een onderwerp waar je heel persoonlijk bij bent betrokken? Je rolt van het een in het ander. Ja, nee, dat is een goede vraag. Vind ik een hele goede vraag. En het grappige is ook dat ik kennelijk ook altijd op mijn studies terugval voor mijn onderwerpen. Want bij geschiedenis heb ik dus over Loesje al 2 keer een essay geschreven. En doordat ik dat ging doen, dat was in Groningen, maar toen ben ik ook, omdat ik die mensen geïnterviewd had, ben ik een tijdje kort actief geweest bij Loesje Groningen. En ik heb een best een mooie ervaring gehad. Dat weten heel veel mensen niet, maar Loesje heeft ook internationaal allemaal groepen. En ze hadden een kantoor in Berlijn en daar heb ik 1 jaar gewerkt. En dat was het aansturen van internationale Loesje groepen. En natuurlijk klopt het dat ik er persoonlijk bij betrokken ben. Ja. Maar in de uitvoering ga ik dat persoonlijke niet meenemen in het boek. En ook als je het hebt over, kun je dan wel onafhankelijk en kritisch daarnaar kijken? Ja. Dat denk ik wel. Ja, want ik wilde die twee rollen, die kan ik wel van elkaar scheiden. Dat is ook mijn uitdaging. En het kan soms ook geen kwaad om wel een kleine betrokkenheid te hebben, maar niet al te groot. In die zin dat, ja, Loesje heeft zich ook altijd best wel in een mysterie gehuld. En ik weet er toch iets meer dan gemiddeld van dan iemand die dat helemaal niet weet. Wat ook wel weer helpt in die zin dat je weet bij wie je moet zijn, wie je kunt interviewen. En dus in die zin zie ik dat als een voordeel, maar ben ik me er wel steeds van bewust dat ik niet in een valkuil moet trappen. Ja, want ik kan me herinneren dat we
Bij NIAS doen we vaak seminars waarbij iedereen presenteert wat hij of zij doet. Dat daar ook na een tijdje ook werd gevraagd van kan je dan voor zover dat überhaupt mogelijk is een bepaalde objectiviteit bewaren. Maar klopt het dat jij zegt van ik denk dat ik dat wel kan? Ik denk dat ik dat kan en ik denk ook dat er... Dan hebben we het ook over transparantie, dat ik ook nooit zal verzwijgen dat ik daar ooit actief bij ben geweest. En dat zal ik waarschijnlijk ergens in het boek ook wel noemen. Want dat geeft ook weer meerwaarde juist aan het verhaal. Ja. Maar nee, ik denk wel dat ik die rollen wel kan scheiden. En dat ik nu echt heel bewust ben, Loesje ligt nu op de stijktafel en die ga ik kritisch ontleden. En daar heb ik zin in. Dat leuk. Vind ik leuk. Leuk. Ja. Ik zit even te denken, ga ik jou nog één laatste vraag, ja, om alvast een beetje tot de volgende panel te komen. Heb jij, we hebben het nu over jouw projecten, maar heb jij het idee dat andere journalisten die over thema's schrijven, die ze nou ja, dicht bij het hart liggen, heb jij in de afgelopen paar jaar het gevoel gehad dat daar eenzelfde soort bewustzijn is als het gaat om je objectiviteit bewaren, is daar, heb jij het daar wel eens over met andere journalisten? Is dit een gesprek? Nou, ik schrijf boeken, dat is best wel een eenzaam bestaan. Dus ik zit niet in nieuwsredacties. Maar ja, wat ik persoonlijk heel erg mooi vond en ook aanmoedig, is dat bijvoorbeeld toen de correspondent... toen dat werd opgericht, was er ook een redactiemanifest waarin heel nadrukkelijk stond van... wij zijn ons heel erg van bewust dat we allemaal een mening hebben, maar we gaan er ook nooit geheimzinnig over doen. We zijn transparant over waar we staan en vanuit daar schrijven we onze stukken en maken we dat duidelijk aan onze publiek waar we staan. En ik denk dat dat een prima ontwikkeling is. Dat als je, zolang je maar helder bent over waar je staat, want dan kun je het als lezer ook op waarde schatten wat je leest. Ja, ik denk dat dat een prachtige overgang is naar het volgende onderdeel van de avond. Zonder jou zomaar af te kunnen, Fleur. Dank. Dankjewel. Ik wil heel graag Yvonne Zonderop en Sander Heijnen uitnodigen om naar de gezelling. Ga ik even kijken. Ik ga jullie... ja, kom erbij. En terwijl jullie de trap doen, oplopen, stel ik jullie voor. Yvonne Zonderop is journalist en auteur. Ze is al jaren actief in de journalistiek en werkte onder meer voor het Vrije Volk, voor de jonge mensen onder ons. Dat bestaat niet meer, maar het was vroeger een hele bekende krant. Momenteel werkt ze onder andere bij de Groene Amsterdammer, waar ze, als het goed is, volgt aanstaande donderdag een groot artikel weer uitkomt. En ze was onder andere voorzitter van de journalistieke adviescommissie van de NOS, bestuurslid van Investico en is lid van verschillende raden van toezicht, of was. Denk aan Human, Stichting Democratie en Media en Instituut Klingendaal. In andere woorden, iemand die weet van wanten. Sander Heijnen naast mij is onderzoeksjournalist en historicus en hij werkte jaren op de economieredactie van de Volkskrant en schreef ook voor de Correspondent en vaak over, als ik het goed heb, marktwerking in de publieke sector. Hij schreef 2 boeken, er zijn 17 miljoen wachtende voor u en samen met Hendrik Noten schreef hij Fantoomgroei. Hij is genomineerd voor de onderzoeksprijs De Loop en werkt ook als commissielid, ik weet niet of je dat werken mag noemen, is commissielid bij het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Ja, er zijn 2 microfoons, pak ze vooral. Nogmaals, als u al vragen hebt, ook aan Fleur, die kan je nog steeds stellen, dan lopen de mensen van Spui rond. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat jullie tot nu toe
van Henk en Fleur is opgevallen? Zoekt een mening? Altijd. Nou, wat ik interessant vind is zeker wat Henk vertelt, hè, dat hij heel lang meningloos door het leven is gegaan. Ik heb ook bij de Volkskrant gewerkt en ik heb ook gewerkt met veel mensen met wie jij hebt gewerkt. We hebben er nooit tegelijkertijd gezeten. En wat mij altijd opviel, eigenlijk al vanaf het begin toen ik daar als jong verslaggever binnenkwam, is dat de school binnen de krant was dat met echt absoluut nog van wij hebben geen mening, objectief de feiten. En ik heb daar echt nog nooit, ben daar nog nooit iemand getroffen die niet overal een mening over had. He, ik bedoel, je hoeft maar te lunchen of een halve borrel in iemand te gieten en blah, mening dit, mening dat. En dat geldt voor Henk natuurlijk ook. Die had ook altijd een mening. He, je kan niet een tegel winnen als je niet allerlei keuzes maakt in je werk. En als je door de bril, in dit geval door Henkse bril, kijkt. En ik kan niet door jouw bril of door iemand anders bril naar de wereld kijken. Ik kan niet subjectief naar de wereld kijken. Ik neem mezelf altijd mee. En daarom denk ik dat het heel belangrijk is dat je gewoon heel duidelijk maakt in je werk. Dat je heel duidelijk, om het journalistiek te maken, onderbouwt sowieso dat je duidelijk maakt waar je zelf staat. Maar dat je ook heel duidelijk onderbouwt welke informatie je waar vandaan haalt en hoe je dan, als je een mening ergens in poneert of ergens opschrijft of in meeneemt, dat heel duidelijk is waar die mening vandaan komt en hoe die tot stand komt. Ja. Want op het moment dat je dat niet meer doet, ja, dan wordt het iets anders. Hè? Maar op het moment dat je gewoon heel duidelijk je informatie orden structureert en herleidbaar wordt, hè, dan kan je wel degelijk een mening hebben en toch journalistiek bedrijven. Ja, het is eigenlijk, ik ben ook historicus en die methodes, goed, de historische methode en de journalistieke methode komen in die zin heel erg overeen, toch? We hebben het binnen de geschiedenis altijd over dat je inderdaad op basis van je bronmateriaal aan het interpreteren bent. Maar zeker, ja, en de journalistiek is natuurlijk de geschiedschrijving van het heden. En uiteindelijk, ja, we kunnen allemaal naar hetzelfde kijken en toch iets anders zien. En daar moet je bewust van zijn als journalist. Anders maak je ook een karikatuur van jezelf en van je vak. Ja. En ja, zolang je daar maar bewust van bent. En ik heb daar ook een paar jaar voor nodig gehad om dat voor mezelf duidelijk en scherp te krijgen. Want je wordt natuurlijk, ja, je kan heel veel leren van ervaren journalisten om je heen. En als die allemaal toch heel erg volhouden dat ze objectief zijn. Ja, ik vond dat heel vervreemdend in het begin. En ik vond het wel een bevrijding toen ik wegging bij de krant, dat ik gewoon daar veel meer mijn eigen lijnen kon kiezen. Kleine existentiële crisis. En dan maak je het wel heel groot, maar Yvonne, hoe luister jij hiernaar? Ben jij van dezelfde school als Sander? Of ben nou, je van ja, een totaal ik, andere mening? Ik vind wel, nou, er zijn wel vijf dingen die ik wil zeggen. Maar wat Sander nu zegt is zo interessant. Ik heb namelijk ook bij de Volkskrant gewerkt, net als Sander en net als Henk. Sterker nog, ik heb 8 jaar in de hoofdredactie van de Volkskrant gezeten. Dus ik heb ook echt leiding gegeven aan die krant. En ik heb toch nooit het idee gehad dat de Volkskrant toen over objectiviteit had. Henk had het over Jan Blokker. Ik weet niet wie van jullie nog weet wie Jan Blokker was. Dat was de Charles Sital Singh van zijn tijd. Zeg maar, die schreef een paar keer in de week een column. En dan ging hij lekker tegen de heersende mening in. En een beetje scherp en een beetje jennerig en lekker vals en zo. En hij had weliswaar ook een achtergrond als journalist bij het Algemeen Handelsblad. En Harry Lokkeveer, de toenmalige hoofdredacteur, die had hem binnengehaald om iets van die de Volkskrant iets minder PvdA gericht te maken, zeg maar. Want ik heb ook nog een tijdje in de parlementaire redactie gewerkt bij het Vrije Volk, waar ik Henk nog van ken. Dus Henk en ik gaan al heel lang terug. Henk zegt altijd tegen mij, wij kennen elkaar langer wel dan niet, toch Henk? Nou, zo is dat inderdaad. En toen was de Volkskrant ook wel heel erg op de hand van de PvdA. En toen was die krant, dat was echt een verlengstuk. Dus ik had nog wel gezien dat Kamerleden van de PvdA gewoon met hun nota's naar de Volkskranttafel kwamen in Nieuwsport en neem dit stukje mee voor de krant. Dus toen was de krant ook wel zo, nou niet activistisch, maar wel van één kant, dat Lokkeveer zei dat gaat misschien een beetje ver. En dat was ook, moet je ook zien, in die tijdgeest toen. Want de jaren 70 waren nog behoorlijk radicaal en begin jaren 80 is toch die sfeer wat gaan veranderen, zeg maar. Dat is toen kabinet Lubbers kwam. Kabinet Lubbers 1 toen, kan ik me nog wel herinneren. Waar heel veel acties tegen kwamen. Maar die na 4 jaar gewoon 10 zetels gewonnen had. Omdat toen toch het sfeer een beetje aan het veranderen was. Dus Jan Blokker, die vond dat toen in navolging van Amerikanen, die dat toen ook allemaal vonden. En die
Maar wat helemaal niet past in de Nederlandse traditie. Want de Nederlandse traditie is namelijk zo dat bijna alle kranten en bijna alle media een bepaalde kleur hebben. Altijd gehad. Wij zijn een verzuild land geweest en bijna alle media, en zelfs media die zeiden van we hebben geen kleur, hadden het wel. Die waren burgerlijk zoals de AVRO of gewoon zeg maar een beetje volk zoals de Telegraaf. Dus dat hele idee dat wij één medium hadden dat objectief was. Ik geloof dat er eigenlijk maar één organisatie is in Nederland die dat geacht wordt te doen, dat is de NOS. En misschien dat nu.nl dat ook nastreeft inmiddels. Maar verder zijn iedereen weet dat de Volkskrant een andere krant is dan Trouw, dan het Parool, dan de NRC. Dus het hele idee dat je objectief, dat je zeg maar dat het een met z'n allen een objectiviteit zou zijn, is fictie. Iedereen weet dat die kranten ergens horen en dat ze een publiek hebben en dat ze een bepaald redactie hebben die een bepaalde belangstelling heeft, die een bepaalde sfeer en cultuur heeft. Ook toen die Volkskrant. Dus ik ben wel benieuwd dat jij zo vond dat die krant, wanneer was dat? Ik ben van het tijdperk Philip Remarque. Ah, oh ja, dat was na mijn tijd. Dat dus je had het over een periode dat ik nog niet geboren was van de Grote Til. Nee, maar ik wil maar zeggen, dus het idee dat de Volkskrant altijd, dat ik ben bij weggegaan bij de Volkskrant in 2004. En toen was de krant echt nog wel degelijk, heel duidelijk maatschappelijk betrokken in een soort moment van progressiviteit. En het is wel waar, denk ik, dat Philippe daar nog meer koers heeft uitgehaald. Dat ben ik wel een beetje eens. Ik denk dat er vooral een heel duidelijk onderscheid werd gemaakt in die tijd tussen enerzijds opinie en anderzijds de nieuwskrant. De nieuwskrant die heette objectief te zijn. Ja. En dat is natuurlijk maar ten dele waar. Ja, ook toen, ook onder Philippe Remarque is natuurlijk nog steeds een uitsnede van wat de redactie belangrijk vindt. En trekt het mensen aan die bepaalde keuzes maken. Dus ik denk dat Philippe het misschien wel ze hebben gewild. Maar ik vond, de krant heeft een identiteit. Nou, het interessante was dat Philippe natuurlijk zelf ook niet objectief naar de wereld keek. Zoals niemand dat doet. Nee, objectief kan helemaal niet. Het bestaat niet. Nee. Nou, fijn dat we dat in ieder geval uit de wereld hebben geholpen. Maar wat wel bestaat, wil ik het toch maar gelijk even zeggen, is streven naar waarheidsgetrouw zijn. Dat bestaat wel. En dat is niet hetzelfde als activistisch zijn, wil ik ook maar even zeggen. En wat is voor jou het onderscheid daarin? Nou kijk, ik vind het mooi zoals Sander net vertelt hoe hij er een paar jaar over gedaan heeft om je eigen positie te vinden. En ik heb zijn boek gelezen, het is een mooi boek, ook een belangrijk boek, heeft een managementboek van het jaar geweest, toch? Ja, het is geen managementboek, maar... Nee, inderdaad, maar kan je dus nagaan hoe goed het geland is, zeg maar, en dat het een boodschap was die echt gehoord moest worden en die verteld moest worden. Ik vind het ook heel knap dat jij ook duidelijk maakt in dat boek van begin af aan waar je staat samen met je collega. En ook dat het ook mede in het belang was van de FNV die hier aan heeft bijgedragen. Maar dat je toch het zodanig met feiten komt dat je het niet denkt, oh die man die laat maar één kant van het verhaal horen. En ik denk dat daar iets heel belangrijks zit. Ik neem een voorbeeld, bijvoorbeeld Sander Schimmelpennink. Laten we even Sander Schimmelpennink nemen als activistische journalist. Sander Schimmelpennink vindt dat de kloof tussen de vermogenskloof in Nederland te groot is en dat die kloof kleiner moet. Hè? En daar maakt hij series over, daar schrijft hij over, dat vindt hij al jaren, te pas en onpas roept hij dat. En ik denk dan, als Sander Schimmelpennink een feit zou tegenkomen dat tegen zijn opvatting ingaat, moet ik nog maar zien dat hij dat zal vermelden. Terwijl bij journalisten zou ik dan denken, die moeten dat wel vermelden. En als ze dat niet, dan nog mogen ze wel vinden, alles overwegende vind ik toch dit. Maar als je doelbewust bepaalde informatie weglaat, of onder het tapijt, of een beetje daar minnetjes over doet, omdat dat niet in jouw straatje past. Dat mag, dat is prachtig. Er zijn heel veel mensen in Nederland die dat nu doen. Ze zijn ook elke dag op de televisie te zien. Maar het is geen journalistiek. En het is wel een bijdrage aan de opinievorming. En dus waardevol. Ja. Ik zeg niet dat het slecht is. Maar ik zeg, dan vind ik het niet meer zoeken naar waarheidsvinding. Dan vind ik het bijdrage aan het opinieklimaat. En dat is ook goed. Maar het is wat anders. Oh, een vraag. Ja. Dan, voordat u hem stelt, komt er iemand met een microfoon naar u toe? Want anders kunnen de kijkers thuis niet meeluisteren.
Dus moeten we volgens mij ook ophouden over het woord objectiviteit, maar gaat het om controleerbaarheid? Wie iets beweert op de nieuwsredactie van een serieus te nemen krant, dat moet controleerbaar zijn. Dus dat Oekraïne bevrijd wordt van het nazisme, is dat controleerbaar? Ja, het is controleerbaar niet waar. Dus is dat geen objectief nieuwsfeit? Ja. En dan, want niemand is uiteindelijk objectief, maar we hebben wel spelregels voor controleerbaarheid en ook reproduceerbaarheid. Ik ben een B-wetenschapper. Je hebt allemaal spelregels voor hoe je met elkaar toch een soort intersubjectiviteit tot objectiviteit weet te maken. Ja, nee, ik ben het eigenlijk volledig met je eens. Daar gaat het natuurlijk om. Je moet gewoon heel duidelijk, ja, je moet daar gewoon heel transparant in zijn. En ik vind ook, kijk, want dat is misschien nog wel een aanvullend punt. Hè. Volgens mij wordt het ook activisme als je andere belangen hebt dan een poging tot waarheidsvinding. Hè, dus als je, nou ja, je noemde net het voorbeeld van Sander. Die maakt ook reclames en die heeft ook bedrijven. Weet je, die heeft allerlei verschillende soorten belangen. En zo heb je veel meer journalisten die ook deels politieke functies hebben of deels andere functies hebben die strijdig kunnen zijn. En die kunnen maken dat je bepaald belang hebt om informatie weg te laten. En wat ik in mijn boek, nou ik vind het sowieso heel leuk om die complimenten te incasseren. Maar wat ik in mijn boek ook heb, ik begon toch wel met een technische vraag. Hè, van hoe kan het nou dat die lonen minder hard stijgen dan dat die economie groeit? Dat is heel raar, want het is ons altijd anders verkocht. En dan heel lang ik probeer zo lang mogelijk wel objectief te kijken. Zo objectief mogelijk, moet ik zeggen. Ik probeer zoveel mogelijk informatie te verzamelen. En dan vervolgens, zoals dat altijd gaat, als je ergens 2 jaar mee bezig bent, ja, dan op een gegeven moment vind je er gewoon wat van. En als je die dingen goed bij elkaar weet te brengen, net zoals dat je correspondenten nu in Oekraïne hoort, hè, die gewoon heel duidelijk kunnen aangeven, nou ja, nazi's hier, naar Zelensky, dit is zijn achtergrond, dat Azov-bataljon, dat is hun achtergrond, het zit zus en zus en zo. En by the way, ik vind het verschrikkelijk om te zien hoe het land waar ik al 10 jaar woont nu naar de middeleeuwen terug wordt geschoten. He, dat zijn, zolang je dat doet, is het gewoon journalistiek en kan het gewoon. Als die transparantie er maar is. En het liefst ben je toch ook, he, ik zou niet zeggen, volgens mij heeft Henk namelijk ook nog een periode gehad dat hij niet stemde. Klopt dat? Ja. Nou, ik vind dat wel echt veel te ver gaan, hè? Want je bent ook burger in deze samenleving en je mag echt wel iets vinden van de richting en waarop het gaat. Maar ik vind dat je journalist, dat je je belangen, hè, die moet je weg zien te houden. Dat je geen andere belangen hebt dan die lezer, of die kijker, of de meneer die buiten langs loopt. En dan is het wel degelijk journalistiek, ook al is het niet objectief. En activisme is inderdaad als je eigen doel voorop stelt. Hè, een ander doel dan een poging tot waarheidsvinding. Ja, nou, mag ik daar nog even wat op zeggen? Want wat ik zo interessant vind, is dat u zegt daar over dat controleerbaarheid, maar met name over dat systeem dat je met elkaar afspreekt. Hè? En dit is precies de reden waarom dit debat wat we nu voeren zo relevant en zo actueel is nu. De journalistiek had vroeger zo'n systeem van hoor en wederhoor. En er was een heel duidelijk idee van wat tot de journalistiek en tot hebben de we nog pers. Steeds, toch? Dat... Nou, ik ga betogen wat tot de journalistiek en tot de pers behoorde. En wat je dus die laatste jaren ziet, ik denk mede onder invloed van internet, met name eigenlijk onder invloed van internet, is dat is gaan schuiven. Dat niet meer zo helder is, dat er tussencategorieën zijn ontstaan. Ik stel heel vaak de vraag, is Eva Jinek een journalist of niet? Zeg het maar. Dus er zijn heel veel categorieën ontstaan waarbij het niet meer zo helder is. Zelfs journalistieke organisaties die online publiceren gaan niet meer uit van hoor en wederhoor in één stuk, maar doen eerst het nieuws en doen dat het wederhoor in het volgende take. Dus is niet meer de wet dat je hoor en wederhoor in een bericht, nieuwsbericht hoeft te doen. Alles is daar aan het schuiven. Je ziet bij NRC vind ik een fantastisch voorbeeld dat ze dan doen ze onderzoeksjournalistiek en dan laten ze het wederhoor in een apart kader. Laten de mensen nog even zeggen dat het heus anders zat. Maar in het verhaal zelf lees je dat helemaal niet terug. Want dan heeft de journalist al een bepaalde stelling betrokken die hij gaat bewijzen. En dan mogen in het kader daarnaast mogen mensen zeggen dat het heus wel anders zat. Dus ook daarin, zelfs in dat soort mainstream media, zijn oude journalistieke mores niet meer zo helder als ze waren. Dat heeft heel veel oorzaken. En daarom denk ik zelf, dus ik was heel blij met die vraag, dat het heel belangrijk is dat de journalistiek met elkaar praat over wat zijn eigenlijk de mores, wat is journalistiek en wat is geen journalistiek. Maar
als ik je mag onderbreken, er is toch zoiets als een journalistieke code. Ja, het is niet zoals als je medicijnen studeert, volgens mij, dat je moet zeggen, ja, ik zal voor altijd proberen. Ja, iedere serieuze redactie heeft gewoon een statuut. Ja. Hè, waarin de regels staan. Dus één anonieme bron is geen bron. Nou, dat soort dingen allemaal. Die heb je natuurlijk allemaal. Ja, het voorbeeld wat je noemt, dat weet jij ook. Nou, het voorbeeld wat je noemt vind ik interessant. Ik heb dat zelf dus ook heel vaak gedaan. De reden waarom ik heel vaak, toen ik bij de Volkskrant werkte, een heel verhaal heb gemaakt en dan in een kadertje wederhoor, is dat de partijen waar je het wederhoor van wilt, gewoon niet wil meewerken. He, dus dan ben je al een week of twee weken of drie weken ben je aan het vragen van, joh, ik ben hiermee bezig, ik wil graag met jullie praten. En dat komt maar niet, komt maar niet, komt maar niet. En uiteindelijk, nou, je wilt toch graag wederhoor hebben. En uiteindelijk zeggen ze, nou, stuur het stuk maar op als het klaar is. Nou, dan stuur je dat op. En dan wordt er nog weer een hele dag vergaderd. En dan weet je gewoon dat gedurende die dag zo'n voorlichter eerst een heel stuk heeft geschreven. En dan gaat dat langs bureau, bureau, bureau. En ieder bureau haalt er een zinnetje af. En uiteindelijk blijft er één dingetje over. En dat is, de minister herkent zich niet in het geschetste beeld of zo, weet je wel. Nou ja, dan kan je ook moeilijk anders dan in een kadertje dat erbij zetten. Dat ben ik helemaal met je eens, als het zo is. Maar het verhaal waar ik het over heb, stond afgelopen week in de NRC. Daar werden 5 mensen om commentaar gevraagd in het kader. Okay, nou ja, daar ben ik niet bij betrokken geweest. Nou ja, maar ik probeer alleen maar te schetsen dat ik... Nee, dus maar ik bedoel maar te zeggen dat... Dus, je kan wel zeggen dat het statuut het is, maar ik beweer... En ik kan daar allerlei voorbeelden van geven, dat daar nu niet meer zo naar wordt gehandeld als in de tijd dat jij bij de Volkskrant zat. Het wordt gewoon niet meer gedaan. Misschien... De journalistiek is gewoon aan het veranderen. Ook de serieuze journalistiek. Ja, misschien komt... Ja, goed, het is weer mijn niet-journalistieke blik, hoor. Maar misschien komt het ook omdat mensen op een andere manier lezen. Of gewoon lui zijn en het prettig vinden om kadertjes te lezen, dat je makkelijk kan scannen. Anyways, ik zie een vraag van 2 mensen. Eerst de mevrouw in het paarse blouse. Er komt een microfoon naar je toe. Misschien is het een beetje off-topic, want we hebben het nu over iets anders. Maar er was eigenlijk iets blijven hangen wat mevrouw Zonderhof zei eerder. Dat er 1 instantie in Nederland is waarvan geacht wordt eigenlijk dat ze objectief zijn. Ja. En dat is de NOS. Ja. En we zien natuurlijk nu in het publieke debat dat er best wel wat commotie aan het ontstaan is over de NOS als instantie en of ze biased ja of nee zijn. Ik ben promovendus aan de Radboud Universiteit en ik doe hier onderzoek naar. En ook gezien uw rol in de adviserende commissie voor de NOS, was ik eigenlijk benieuwd hoe dat dan werkt bij de NOS. Want de NOS en de krantenbusiness, zeg maar, waar we het voornamelijk nu wel over hebben, zijn natuurlijk wel 2 verschillende dingen. Dus ik was eigenlijk heel benieuwd hoe u dat meegemaakt heeft in uw rol daar. En hoe is de NOS als instantie dan anders in de voorziening van nieuws van kranten in de samenleving? Is dat goed? Ja. Ik heb een paar jaar heb ik daar eerst in de commissie gezeten en toen ben ik een tijdje voorzitter geweest van de commissie. Toen hadden ze het zo bedacht. Kijk, de NOS is een staatsomroep, zeg maar. Althans, het krijgt geld vanuit de schatkist. Maar we willen niet dat de overheid invloed heeft op de berichtgeving van de NOS. Dus de NOS is wel onafhankelijk. En daarom hadden ze een soort structuur bedacht dat de NOS heeft een raad van toezicht. Een soort bestuur, zeg maar, mensen die... En die raad van toezicht had dan weer een commissie. En die commissie zaten dan mensen met een journalistieke achtergrond. En die werden dan specifiek gevraagd om na te denken of mee te helpen denken over het journalistieke beleid van de NOS. En daar heb ik een tijdje in gezeten. Dus dat is alweer een paar jaar geleden dat ik daar zat. Wat ik toen zag was eigenlijk, en ik denk dat meer mensen in de journalistiek dat zullen herkennen, dat de komst van internet en met name social media, maar eigenlijk ook de websites, de snelheid van internet, de journalistiek enorm onder druk zetten. En precies bijvoorbeeld zo'n vraag als, je hebt een nieuwtje en de tegenpartij wil het niet bevestigen en die woordvoerder zit maar wat precies zoals jij net vertelt, en die zit maar om de hete brei heen te, en jij wil het melden en anderen melden het al wel, want die hebben niet die code, want dat is het punt, hè. Je zit in een concurrentieveld waarin ook niet-journalistieke media opereren en mensen via Facebook of via een eigen WhatsApp anders wel het nieuws krijgen. Dus dan moet je als journalistiek medium, wil je relevant zijn, moet je misschien dan toch maar publiceren zonder wederhoor. Nou, ik heb precies in die jaren gezeten van dat de NOS echt met die vraag zat. Ze zagen op enig moment dat nu.nl enorm populair werd en die
flikkerden we alles gewoon zo op het net. En zo van, oké, en dan zetten we het nou weer recht een uurtje later als het anders blijkt. Want je moet gewoon, ups. En voor de NOS was het wel heel erg belangrijk om toch de nieuwsbron van Nederland te zijn. Want je kunt niet van uit de schatkist betaald worden en dan niet relevant zijn voor iedereen. En dat is voor hun nog steeds elke dag trouwens een enorm mijnenveld. Want ze worden natuurlijk van alle kanten worden ze eigenlijk aangevallen of wordt betwist wat ze schrijven. Of wat ze anderszins berichtgeven. Dus in die jaren heb ik daar gezien. En ook wel dat er werd geëxperimenteerd, dan toch maar snel op het net. Dan toch weer terughalen, maar als je dat niet wil. Ik denk dat ze nu meer in een dat ze zich nu wat meer hun weg gevonden hebben. Ze maken die stories. Hè, ze zitten op NPO3, ze maken hun eigen op Instagram, zijn ze heel groot nu. Ik denk dat NOS nu beter ook zijn eigen kanalen heeft waarin ze zichzelf toch weer met hun eigen maatstaven kunnen presenteren. Maar een paar jaar geleden was dat best lastig. Maar ik vind het wel belangrijk wat je nu zegt, hè, want eigenlijk. En dat bedoel ik niet met dédain of zo, maar je hebt twee soorten journalistiek. Je hebt inderdaad gewoon melden, hè, gewoon de agenda journalistiek, zal ik maar even zeggen. De dingen die gewoon gebeuren. En daar zit natuurlijk een enorme wedstrijd in. Hè, van wie kan als allereerste melden, wat er wordt geroepen bij een persconferentie. Of een nieuwtje uit een fractie, weet je, wat toch wel uit gaat lekken. Dat is een vorm van journalistiek. Maar wat eigenlijk, wat mij betreft, een veel relevantere vorm van journalistiek is gewoon de echte waarheidsvinding. Dus het zoeken naar die informatie die niet zomaar op straat komt te liggen. Hè, zonder dat je er echt goed onderzoek naar doet. Of het verbinden van een heleboel verschillende bronnen. Hè. Nou, letterlijk in mijn boek heb ik 360 bronnen met elkaar verbonden. En daar heb ik een verhaal uitgetrokken. Ja, ik was niet echt bang dat nu.nl me de loef zou afsteken. Want dat is natuurlijk gewoon niet hoe dat werkt. En ik denk dat juist hoe dat journalistieke landschap veranderd is, dat het juist maakt dat als je relevant wilt zijn als meer traditioneler werkend journalist, dat je juist je gaat richten op het maken van die verhalen die anders gewoon niet verteld worden. En die hele race van wie kan nou het eerste een nieuwtje brengen. Het is gewoon eigenlijk niet relevant. Ik bedoel, het is voor het publiek. Nu doe je het wel iets te gemakkelijk af hoor. Ik bedoel, het goede nieuwsvoorziening voor het algemeen belang. Dat moet je niet afdoen met van alleen maar wie komt het eerste nieuwtje snel brengen. Nee, dat is niet, dat is niet wat ik zeg. Ik zeg wie het eerste is niet relevant. Ik zeg niet dat een goede nieuwsvoorziening niet relevant is. Een goede nieuwsvoorziening is super relevant. Ja. Wie het eerste is. Ik zie het altijd in mijn ik heb natuurlijk al die nieuwsapps aanstaan. Ja. En je ziet altijd precies dezelfde pushberichten zie je in een tijdsvlak van een minuut of 13, 14 zie je die binnenkomen. Volkskrant hobbelt altijd een beetje achteraan. Ik kan altijd wel om lachen, want dan zie je weer precies wie er op zijn kop krijgt daar. Parool zit altijd best wel vooraan. Ja, ja. Maar in ieder geval, zeg maar, dat is wel echt een onderscheid. Binnen wat de echte doet. Hè. Zo'n toeslagenaffaire bijvoorbeeld. Dat is gewoon. Dat komt. Er is een reden dat niet bij de NOS vandaan komt. Want die zijn bezig met van dag tot dag dat in kaart te brengen wat is er gebeurd en dingen checken. En dat is heel belangrijk. Ja. Maar het maakt niet zoveel uit of de NOS 10 minuten eerder of later is. De NOS moet gewoon altijd kloppen. Behalve dat het zo was. En hier sla je toch even iets over, vind ik. Ik bedoel, ik kan je grotendeels volgen, maar. Er is een tijd geweest, ik weet niet hoe hier dat nu zit, maar er is een tijd geweest dat mensen gewoon toch allemaal zo snel mogelijk naar het medium gingen dat het snelste was. Dus als je een bepaalde positie wilt behouden in het publiek, dan kun je, als je een algemeen publiek moet bedienen, dus een miljoenen publiek moet bedienen, dan kun je daar ook weer niet te ver van uitkijk dat de correspondent dit kan kiezen, is logisch. Want die zitten met 60.000 hoogopgeleide mensen. Weet je wel, die hoeven niet. Maar als je het vergelijkt, maar de NOS moet gewoon 5 miljoen niet betalende mensen wel bereiken. Ja, maar is het nou echt zo geweest dat er gemiddelde nieuwsconsument in Nederland bezig was met nieuws 5 minuten eerder of later krijgen? Ik geloof er helemaal niks van eigenlijk. Ik heb het heel vaak ook. Bestuurders vanuit de journalistiek horen zeggen dat het belangrijk was. Ja, ik geloof het niet. De meeste mensen die horen nieuwsblokjes voorbij komen op de radiozender waar ze naar luisteren. Of ze krijgen, tegenwoordig sinds die iPhones er zijn, die pushberichten. Maar
Ja, ik heb echt nooit enig bewijs gezien dat mensen daar nou zo heel erg mee bezig zijn met wie er het eerste is. Denk je ook niet dat mensen in dat opzicht misschien toch nog heel erg verstokt zijn aan hun oude krant of hun oude medium? Het is het oude reflex. Je wilde in die krantentijd, toen er nog geen internet was, wilde je altijd de eerste zijn, want dan had je een dag voorsprong. En dan ging je extra kranten verkopen. Dat was relevant. Dat was echt super relevant. Maar als je 10 minuten voorsprong hebt, ja, wat maakt het uit? Als je maar klopt. Volgens mij is dat veel, veel belangrijker. En ben ik benieuwd, in hoeverre zijn, dus is deze manier van, in ieder geval dan de dagkant en of de krant en ook wel de NOS met snel updaten, in hoeverre zijn zij naar jullie idee daar dan transparant over dat ze niet meteen alle feiten hebben gecontroleerd? Nou ja, kijk, als ik voor de NOS mag spreken of voor de NPO, kijk, er is gewoon een ombudsman. Dus ik denk dat de NOS eigenlijk nu weer in wat rustiger vaarwater zit. Wat ik vertelde, speelde echt een paar jaar geleden, ja, toen nu.nl gewoon echt als een speer ging. Weet je wel, dus toch omdat dat kennelijk aan een behoefte voldeed in die tijd. Dus, en ik denk dat nu.nl nog steeds in de behoefte voorziet. Maar ik denk dat Sander wel gelijk heeft. Sowieso, heel veel punten zijn we het eens. Maar dit punt is met name, denk ik, interessant. Dat er het onderscheid tussen nieuws als water uit de kraan, zeg maar. Het komt de hele dag op ons af. Of het nou nu.nl is of NOS of via Facebook of weet ik wat. Je valt niet aan te ontkomen bijna aan het nieuws. Dat het onderscheid tussen het nieuws en onderzoeksjournalistiek, diepe gravende journalistiek, dat groter is geworden nu. Dat daar gewoon een groter verschil tussen zit. En dat ook die aandacht voor onderzoeksjournalistiek, voor activistische journalistiek, ik denk dat die belangstelling daarvoor ook inderdaad is gegroeid, omdat nieuws wordt gezien als water uit de kraan. Daar hoeven we het niet meer over te hebben. We kunnen ons echt focussen, journalisten, mensen die het vak in gaan, die willen ook graven, dingen blootleggen. Want die zien nieuws als iets dat er gewoon wel vanzelf toch wel is. Dat denk ik wel eens. Maar zijn er dingen die grotere zouden doen om de situatie te verbeteren voor de journalisten? Grotere zijn de baas van de journalisten, die sturen dus die journalisten aan. Zijn er dingen die grotere kunnen doen om zeg maar de objectiviteit van de krant of radiozender te verbeteren? Dus stappen die zij nemen om dus te zorgen voor een balans tussen de meningen en de feiten. Want je hebt de Washington Post in Amerika, die heeft commentaar strikt geschreven van de newsroom. Mensen weten niet eens wat die onderhoud van de krant gaan publiceren. Dat is een voorbeeld. Maar ja. Volgens mij is de cultuur heel belangrijk die je hebt binnen de nieuwsorgaan. Die dus de belemmering tegen eigen mening wel. Klopt het inderdaad? Ja, ik kan niet helemaal. Is er iets wat hoofdredacteuren kunnen doen om te zorgen dat er een strikte scheiding zit tussen de nieuws en de meningen en hoe je journalisten dan kan begeleiden? Dat is eigenlijk de vraag, toch? Je moet mensen uitdagen als ze dus met een mening komen. Je moet wel het tegenovergestelde zijn doen volgens jou. Want de krant of je nieuwsorgaan is heel belangrijk. En het staat of valt over hoe waar je bent en of je de waarheid kunt geven. En waarheid is ook een onderdeel van je mening. Of mening is ook een onderdeel van de waarheid. Dus ja, ik vroeg me af of Yvonne, jij hebt heel veel ervaring bij verschillende media. Dus jij hebt het allemaal gezien, verschillende hoofdredacteurs en zo. En ik dacht, maar er moet er wel iets uit die ervaring komen waarmee je kan zeggen, die moeten we dus implementeren bij onze krant of zo. Als ik toch heel even. Mijn ervaring zelf als maker, als journalist is dat het zo ingewikkeld is om een strikte scheiding in je hoofd aan te brengen tussen het doorgeven van informatie en
en het wereldbeeld dat je hebt of hoe je zelf in het leven staat, dat je dat bijna niet kan losknippen. Dus dat je zou willen dat hoofdredacties hun redacties daar heel bewust van maken dat dat zo werkt. Ik heb zelf een voorbeeldje uit mijn eigen praktijk. Ik heb als economieverslaggever jarenlang gedachteloos stukjes getikt over de economie is 1,2% gegroeid. Jee, of hij is 0,8% gekrompen. Oeh, wat erg, gaan we naar een dubbele dip. En ik heb mezelf al die jaren nooit de vraag gesteld van wat schrijf ik hier nu eigenlijk op? Weet je, waarom ben ik blij en denk dat het goed nieuws is als? En als je op die manier de krant gaat lezen op allerlei thema's, zie je dus hoe ingewikkeld het is om die twee dingen uit elkaar te houden. En ik denk dat we een boel zouden kunnen winnen als we dat scherp krijgen. Een ander punt waar we volgens mij ook heel veel kunnen winnen, want we hadden het net heel erg over de NOS, wat eigenlijk... Ja, komt bij de vraag. Ja. Nee, precies. Maar eigenlijk is de NOS natuurlijk een van de media die het scherpst proberen om die meningen en de feiten zeg maar uit elkaar te houden. Ja. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar talkshowtafels en naar heel veel gesprekken op radio en televisie, is dat er heel veel relatief feitenvrij wordt geopinieerd. En als je dat journalistiek wilt maken, die talkshows, en dat is heel moeilijk hoor, dat besef ik volledig, maar is dat je daar, dan wil je daar mensen hebben zitten die het presenteren, die dat heel goed kunnen aanbrengen van wat wordt er nou gezegd op basis, welke mening is gefundeerd in feiten die we kunnen onderleggen en wat is gewoon zeg maar de mening die iedereen kan hebben zonder dat je per se je baseert op inhoud. En ik denk dat we daar in de Nederlandse journalistiek ongelooflijk veel kunnen winnen. Alleen het vergt natuurlijk interviewers die van alles weten en dat is... Nou ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld, want ja, vindt hij maar eens. Dat is niet zo makkelijk. Praktisch onmogelijk, zou ik zeggen. Maar je kan wel meer je best doen misschien daarvoor. Ja. Dan zou ik wel gaan kijken. Ja. Nou ja, ik dus ook. Nee, maar dit is volgens mij een heel fundamenteel punt. Hè? Want het verschil, want hè, nee, je zei het al, als Eva Jinek journalist of niet, is het journalistiek of is het media? Ja. Zoals mensen de voetballerij, die hebben het altijd over de media. Ja. Terecht. Maar dat is natuurlijk wel heel fundamenteel. Nou, dat vind ik dus ook. Als we toch nog even mogen, het is inderdaad heel fundamenteel dat, dat je dat... Kijk, ik denk zelf die talkshows, dat zit eigenlijk, dat is wel media, denk ik zeker. Maar ik denk dus niet dat het journalistiek is. En ik denk dat dat is omdat andere belangen, niet per se zakelijke belangen, maar belangen van amusement, belangen van het nieuws van de dag, het belang, het moet een beetje... afwisselend zijn, ook nog een beetje geestig zijn. Al die belangen zijn zo belangrijk. Die zijn belangrijker dan de informatie die je geeft. Mm-hmm. En dat is ook de functie van zo'n programma einde van de avond. Het is niet een programma om nog even te weten wat er precies gebeurd is. Nee, dus gewoon eventjes nog even de dag laten passeren. Nog even kijken wat ik er zelf van vond. Dus ik zeg ook niet dat we... Weet je, ik pleit al een tijd lang voor een discussie over... wat is wel en geen journalistiek. En dat is een heel moeilijke discussie en bijna niemand wil die voeren. En mensen zeggen ook, waarom zou je dat doen? En dan zeg ik, nou kijk, je zag het nou weer vorige week of twee weken geleden met het nieuws over die persveiligheid. Dat Nederland is gekukeld, hè, op de lijst van persveilige landen wereldwijd. En dat komt dan met name omdat wij in Nederland, we hebben niet zozeer last van een overheid die de journalistiek het moeilijk maakt, maar wel de misdaad, we nemen Peter de Vries. Of andere partijen die het de journalistiek moeilijk maken. Burgers die boos zijn op journalisten. En die ook het gezag in de journalistiek helemaal niet meer zo vanzelf nemen. En wij vinden dan in Nederland, dat vindt de politiek, dat vindt de politie. Dat we journalisten moeten beschermen. En dat er is zo'n stichting ook persveilig daarvoor. Maar dan moet je wel weten wie je moet beschermen. Als je iedereen moet beschermen die media is, nou dan kunnen we nog wel een politiekorpsje aanschaffen. Maar dat gaat natuurlijk helemaal niet. Dus als je als journalist, als journalistiek recht wil blijven doen gelden op de positie dat je in het kader van het algemeen belang bescherming verdient en steun verdient, en ik denk dat heel veel mensen dat vinden, moet je ook wel weten, oké, dit is journalistiek, dit doet daar recht op gelden, dat niet... Het vakgebied is daar heel terughoudend in, dan zeg ik het vriendelijk. Maar moeten we mensen die bedreigd worden die geen journalist zijn dan niet beschermen? Of? Die moeten wel worden beschermd. Er zijn, geloof ik, begreep dat er al 200 mensen in Nederland beschermd worden. Het gaat van Geert Wilders tot aan. Natuurlijk moeten die worden beschermd.
Maar als het gaat om het beschermen omwille van de journalistieke positie, dan moet je wel weten waarom. Ik zeg niet dat mensen die in de media zijn en dat die gevaar lopen, die niet beschermd moeten worden. Nee, ik hoor wat je zegt, hoor. Ik zit gewoon even na te denken over... Ik probeer praktisch te maken in mijn hoofd en dat lukt me nog niet zo goed. Ja, maar... Ik zag nog een vraag in de zaal. Ja. Meneer in een blauwe blouse. Is dat blauw? Is blauw. Ik zou heel graag jullie mening horen over hoe relevant vinden jullie, schatten jullie nog, zeg maar, de traditionele journalistiek in Nederland in. En als je dan bijvoorbeeld de coronaperiode, waarin een heleboel mensen nieuws en informatie elders hebben gezocht. In de grotere discussie verliezen de traditionele gevestigde betrouwbare media niet ontzettend veel terrein. En daaraan gekoppeld de stelling, zou je dan niet radicaal terug moeten willen naar weg met de meningen? Om dat gezag te herwinnen. Sander, jij eerst. Ten eerste denk ik dat de traditionele media nog super relevant zijn. Vrijwel alle informatie begint bij die traditionele media. En er wordt natuurlijk heel veel via social media verspreid en er worden meningen aan toegevoegd en dergelijke. Maar je moet je eens voorstellen wat er met social media zou gebeuren als er geen traditionele media meer aan de grondslag ligt. Vrijwel al onze informatie. De BBC die doet hele interessante onderzoeken. Die hebben toevallig later een onderzoek gedaan. Hebben ze 100 Britten. Hebben ze volledig alles wat van de BBC afkomstig is, hebben ze uit hun leven gebannen. En die 100 Britse gezinnen, er waren ook voor een deel gezinnen die heel erg tegen de BBC waren. En die ontdekten wat je allemaal niet meer tot je komt aan informatie op het moment dat je dat doet. En eigenlijk zijn al die 100 gezinnen van overtuigd dat het nog heel erg relevant is. En zo'n onderzoek zou je eigenlijk in Nederland ook heel graag willen zien. CNN heeft heel veel gezag verloren in de periode Trump door activistisch te worden. Maar ze waren volgens mij, CNN is activistisch geworden omdat er niemand meer naar keek, of steeds minder mensen naar keken, omdat er, volgens mij is, maar dit is een heel ander medialandschap, hè? Dus CNN is volgens mij in reactie op dalende kijkcijfers activistisch geworden en daar zijn ze gezag mee verloren. Maar wat je volgens mij in de Verenigde Staten ziet, is dat die media bijna helemaal vanuit commerciële partijen gerund wordt. En volgens mij onderstreept dit voorbeeld het belang van een hele goede, goed functionerende publieke omroep, hè, die met publiek geld en niet afhankelijk van advertentie of kijkcijfers goede journalistiek kan bedrijven. Mocht je een uur of 10 of 12 over hebben, het laatste boek van Dave Eggers, The Everything, dat gaat over, dan hebben, ik weet niet, mensen kennen misschien wel zijn boek The Circle. The Circle, wat een soort Facebook en Twitter en alles gecombineerd is, dat is dan gefuseerd met Amazon. Dat heet, in dat nieuwe boek heet het The Rainforest of The Jungle, noemen ze het, The Jungle. En die zijn dan gefuseerd en die hebben een wereld geschapen waarin dus geen journalistiek meer is. Alles is opgekocht door de Everything en die hebben dan vervolgens alle traditionele media uitgeschakeld, want alles gaat voortaan via social media. En in dat boek schetst hij heel mooi, echt een dystopie over hoe de wereld eruit ziet als alle informatie alleen nog maar vanaf social media afkomstig is. Dan is het dus, je krijgt dan een heel, het is een omweg via de literatuur om jouw vraag te beantwoorden, denk ik. Nou, mag ik hem dan anders stellen? Nou, even de Groene Amsterdammer is gevallen. En is niet de Groene Amsterdammer minder relevant dan Geen Stijl op dit moment? En hoe erg is dat? Nou, ik vind dat je nog, dit vindt een hele goede vraag. Ik vind trouwens ook een interessant voorbeeld wat Sander noemt over de BBC. Want dat is dus vergelijkbaar met wat de NOS doet, mag ik nog even zeggen. Dus hoe belangrijk dat dus nog steeds is, zeg maar. Ik denk dat veel traditionele media, heel veel traditionele media, ontzettend veel gezag zijn kwijtgeraakt de afgelopen 20 jaar misschien wel. En ik denk dat we dat zien we al een paar jaar aan de onderkant, hè, waar heel veel mensen überhaupt niet meer geloven in wat ze dan mainstream media noemen. Die hebben hun eigen YouTube-kanalen. Je ziet ook dat
allerlei jongeren of jongeren met een andere achtergrond die zich onvoldoende gerepresenteerd zagen in de media. Hun eigen YouTube-kanalen zijn begonnen waar gewoon miljoenen mensen naar kijken. En die passeren helemaal de officiële media, zeg maar. Dus ik denk dat de formele media enorm aan belang hebben ingeboet. In heel veel opzichten. En dat komt ook omdat mensen heel veel keuzevrijheid hebben en nu zelf kunnen bepalen waar ze naartoe gaan. Dus dat monopolie uit de tijd dat ik nog bij de krant zat, dat had de kranten gewoon monopolie. Nou, dat hebben we niet meer. Dus dat is enorm ontzettend veel minder geworden. En ik spreek, jij noemde al die besturen waar ik in zit. Ik spreek best wel veel mensen die überhaupt hun vertrouwen in de journalistiek zijn verloren. Die niet meer geloven dat de journalistiek nog bezig is met waarheidsvinding. Die zeggen, de journalisten zijn alleen maar aan het scoren. En als ik dan tegen ze zeg, joh, maar journalisten hebben wel degelijk nog een afwegingskader. En ze hebben wel degelijk opvattingen. En ze hebben wel degelijk... Is hoongelach mijn deel? Dat je dat nog gelooft, Yvonne? Dus echt het wantrouwen, wat eerst aan de onderkant alleen maar zat, begint ook aan de bovenkant steeds groter te worden, is mijn indruk. Dus ik denk dat er heel veel media, dus krantenuitgevers kunnen zeggen, de oplage stijgt. En dat is allemaal wel waar, maar niettemin zie ik dit ook gebeuren. En dan de vraag of we dan juist niet minder activistisch moeten zijn. Ik denk dat activisme de tijdgeest is. Ik denk dat activisme op dit moment gewoon door heel veel mensen wordt gezien als iets van dan gebeurt er tenminste wat. Want als je niet activistisch bent, dan verandert er niks. En ik denk dat, we hebben natuurlijk prachtige voorbeelden van activistische acties die ook tot verbetering hebben geleid bij Black Lives Matter of Stop Islamofobie of laatste Tim Hofman natuurlijk met The Voice. Dat is een heel goed voorbeeld waarin je ziet dat activisme werkt. Ik was laatst op het mediacollege van Tim Hofman in Utrecht in de bibliotheek. En toen kwam hij op het podium op en vraagt hij ook zo. Hij zei van, ik ben activist. Ik wil wel eens weten hoe de zaal is. Wie is hier nog meer activist? Nou, er gingen dus 800 handen gingen daar de lucht in. Waardoor je ook wel weet, het is helemaal de tijd geeft om activistisch te zijn. Want en ze kwamen voor Tim Hofman. En ze kwamen, het waren allemaal meisjes van jaren 50. Nee, maar bedoel, dat is natuurlijk wel relevant. Nee, ze kwamen gewoon voor Tim Hofman. Ze kwamen voor Tim Hofman. En toen dacht ik bij mezelf het volgende. En dit is volgens mij waar de journalistiek mee zit. Dat is het punt wat ik nog wil maken. Tim Hofman heeft volgens mij heel goed werk verricht met Boos. Met dat blootleggen van dat seksueel misbruik bij The Voice. Want dat is een vorm van activisme waarbij mensen die daadwerkelijk slachtoffer zijn ook ergens bij aankloppen en ook aan de bel trekken. En dan ben ik ook geneigd om Tim Hofman te geloven. Maar als diezelfde Tim Hofman vervolgens in de tuin van Ben van Beurden gaat staan, de Shell-directeur, om daar te eisen dat hij antwoord krijgt op zijn vragen, dan denk ik, wat heeft dit nog met journalistiek te maken? En ik denk dus dat ook binnen activisme, het is niet zwart of wit, ook binnen activisme, net zoals jij zegt, je schrijft een boek met een zekere activistische uitkomst uiteindelijk. Je bent na 2 jaar was je dat geworden. Maar dat betekent niet dat je je maar gewoon daarop gaat staan roepen, ik vind dit en dan ben ik activistisch. Als je recht wil doen gelden op journalistiek, dan moet je wel bepaalde uitgangspunten, vind ik, honoreren. En ik ben voor de geloofwaardigheid, en dat wil ik je wel meegeven, van overtuigd dat we juist weer meer helder moeten maken waar we eigenlijk voor staan, wat onze methodes zijn, om dat geloof nog een beetje op peil te houden. Ja, en ik ben toch een stuk minder pessimistisch eigenlijk. Ik denk dat het grote verschil is met 20 jaar geleden en daarvoor, is het publiek kan nu terugpraten. Dat is waar. En er is nooit een situatie geweest waarin 100% van de bevolking naar de publieke omroep keek. Er is nooit een situatie geweest waarin 100% van de bevolking de krant las. Alleen nu kan iedereen terugpraten. Ik werkte eind jaren 90 bij de post. Als zaterdag postbode, als VWO-leerling. En al die postbodes, ja, die volgden het nieuws allemaal helemaal niet, joh. Die waren er helemaal niet mee bezig. Ja, die mensen die mengen zich nu wel veel nadrukkelijker in het debat. Een deel van die mensen, omdat ze daar die middelen toe hebben. Dus ik kan dit niet hard maken. Ik heb dit niet onderzocht. Dus het is eerder een vraag. En als iemand zin heeft om het uit te zoeken, dan be my guest.
Maar ik ben heel erg benieuwd of het nou echt zo is dat de media nou heel veel autoriteit hebben verloren. Of dat er gewoon een gebalanceerder maatschappelijk gesprek is. Waarbij we niet als media alleen maar zenden, maar er ook gewoon teruggepraat wordt. En dat is, nou ja, ik heb kleine kinderen. Van het moment dat ze gaan terugpraten, dan ja, wordt het leven gewoon ingewikkelder. En dan moet je harder werken om je gezag, om je autoriteit invulling te geven. En ik denk dat we daarin zitten met elkaar en dat het helemaal niet alleen maar negatief is. Ik zie nog één vraag van Henk. Ik denk dat we dat meteen ook de... ik zag nog een vraag. Wil je die nog stellen, Bernieke, straks? We hebben nog een heel klein beetje tijd, dus we doen nog twee vragen erin. En moeten jullie dan allebei heel kort op antwoorden. Nou, dat moet Yvonne dan maar doen. Het is eigenlijk geen vraag, het is meer een vaststelling. Als ik Yvonne over de journalistiek wil praten en hoe goed ik ook ken en hoe lang ik ook ken... Dan valt me op dat Nederland wel ontzeild is, maar dat de laatste zeil nog gewoon overeind staat. Als je het over de journalistiek heeft het over een zeil. Met een vrij monolithische normen en waarden. En ik denk dat die zeil die bestaat gewoon niet meer, Yvonne. Die is weg. Die ligt aan het diggelen. Ja. Oké. Okay. Nou, dat kan. Henk, dat zou best kunnen. Als dat zo is, kijk, ik zeg ook wel eens van, kijk, als wij er niet in slagen om met z'n allen te bepalen wat journalistiek is, is het opgehouden te bestaan. Zo simpel is het natuurlijk. Bedoel je dat niet? Oh. De microfoon komt nog heel snel even terug. Nee, ik ben helemaal niet pessimistisch, ik ben heel optimistisch, omdat ik denk dat het de journalisten zelf zijn die nu een mening hebben. Ik heb Sanne bijvoorbeeld niet horen refereren aan het bestaan van de code van de journalistiek, van de Raad voor de Journalistiek. Die hebben we wel degelijk. Maar ik geloof niet dat je meer kent. En dat is eigenlijk alleen maar goed. De journalistiek heeft geen functie meer, bestaat niet meer, maar de journalisten bestaan wel. En dat zijn mensen die allemaal zelf hun verantwoording moeten afleggen en hun standpunt moeten innemen. Dat doen ze ook. Volop. Oké. Okay. Nou, het is mogelijk. Het is niet, ik weet niet of het nou zoveel... het staat te bezien hoeveel slechter het is als er geen formele journalistiek meer is. We moeten het eventjes zien. Ik ben ook niet... Ik zie dit ook wel. Ik zie ook dat het heel goed is voor de journalistiek dat mensen kunnen terugpraten en dat mensen nu ook meerdere bronnen hebben, niet meer afhankelijk zijn. Maar ik denk ook wel dat het... Nou ja, we moeten dan maar zien of dat de waarheidsvinding dichterbij brengt. Dat moeten we dan nog maar eventjes zien. Ja. De laatste vraag. Ja, het gaat even terug naar één kort dingetje. Het gaat over de val van de waarde van de Nederlandse journalistiek. Hè, de persvrijheid. Dat is, voor een deel was dat omdat Peter R. de Vries vermoord was en niet beschermd. Maar ik wist niet dat hij journalist was. Dus ik heb dat steeds, hè, ook in het kader van jouw vraag, wat is journalistiek eigenlijk, een heel wonderlijk criterium gevonden. Volgens mij was het iets anders. Maar mijn eigenlijke verwarring was over, je hebt heel veel snelle journalistiek tussen aanhalingstekens, sociale media, droppen van meningen, zonder feiten checken. En aan de andere kant zijn jullie er heel erg, lijken jullie er heel erg van overtuigd dat juist de wat gedegener journalistiek, onderzoeksjournalistiek, Sanders boek, steeds meer belangstelling gaat krijgen en steeds serieuzer genomen gaat worden. Tegelijkertijd zie ik dat de financiering van serieuze onderzoeksjournalistieke programma's, Argos, vreselijk wordt teruggedraaid. Dus ik ben in de war over waar jullie de hoop vandaan halen dat juist die activistische bijna onderzoeksjournalistiek het zal gaan redden. Ik hoop het met je. En ik zou bijna een vorm van activisme willen noemen als je zou zeggen, nou, daar moeten we het van hebben als het over journalistiek gaat. Maar waar komt dat optimisme vandaan? Ik zie alleen maar roepen in talkshows. Nou ja, het andere verhaal zou ik maar zeggen. Ja, het Fonds Bijzondere Journalistiek. En iets wat deprimerende laatste vraag, moet ik zeggen. Nogmaals, ik weet niet alle geldstromen bij de publieke omroep heb ik niet uitgeplozen. Dus of er geld bij of afgaat, durf ik niet helemaal te zeggen. Tegelijkertijd, ja, als ik het vergelijk met toen ik 12 jaar geleden begon bij de Volkskrant destijds. Hoe het toen de stemming was en ook de budgetten waren op de redacties.
En hoe dat nu is, het zijn gewoon nu volgens voor mijn gevoel veel meer plekken waar je goede verhalen gefinancierd kan krijgen dan er 12 jaar geleden waren. Dus daar komt mijn optimisme deels vandaan. Ja, en misschien ben ik gewoon een optimistisch mens, maar misschien is het de jeugd. Volgens mij is dit waar. De NRC bijvoorbeeld. Nou, hebben besloten hun middagreditie te sluiten. Die verspreiden ze niet meer. En een deel van het geld dat ze daarmee winnen, stoppen ze in de onderzoeksjournalistiek. Daar gaan 8 mensen bij komen. Argos heeft inderdaad wat minder, maar er is dan wel weer een ander mediaprogramma voor in de plaats gekomen. Waar ook echt de ruimte voor is om onderzoek te doen. Ik denk wel dat ook onderzoeksjournalistiek is niet de heilige graal. Hè? Ik bedoel, ook daar... Ik ben zelf, hoop ik altijd nog maar, dat er voldoende journalistiek blijft die gewoon goede context biedt. Relevante context. Die vertelt bij zo'n oorlog in Oekraïne wat jij net deed. Ik geloof dat ik denk dat als we dat gaan missen, dan moeten we ons zorgen maken. En dat hebben we wel degelijk nodig. En dat is toch een vorm van journalistiek, Henk, zeg ik nog maar even, die ik niet graag zou missen, laat ik het dan zo zeggen. En die individuele journalisten niet kunnen bieden, waar je toch redacties voor nodig hebt, waar je toch infrastructuur voor nodig hebt, waar je toch correspondenten voor nodig hebt, waar je toch een infrastructuur voor nodig hebt. Maar als je kijkt, de afgelopen zeker 5-6 jaar, jaar op jaar, zijn er meer mensen bereid om voor dat soort journalistiek te betalen. Je ziet het aan de online abonnementen bij de grote kranten, je ziet het bij de Follow the Money, bij de correspondent. Het zijn allerlei initiatieven waar toch vanuit het publiek de waarde wordt gezien van kwalitatief hoogwaardige journalistiek en er betaald wordt. Dus dat stelt mij gewoon hoopvol. Omdat je voor gewoon nieuws of niet hoeft te betalen, daar heb je geen krant voor, daar kopen de economisten voor, noem maar op. Je betaalt voor de inhoud, voor de achtergrond en de inhoud, de controleerbaarheid. Ik ben het met je eens, maar ik zie dus dat het ieder jaar meer mensen zijn die daarvoor willen betalen online. En dus de vraag was, moeten we pessimistisch zijn? Nou, het antwoord is dus nee. On that note, wat fijn dat we met een positieve noot kunnen afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken. Fleur, heel erg bedankt. Henk, heel erg bedankt. Jullie hier in de zaal, allemaal heel erg bedankt dat jullie hier zijn / waren. Een leuke noot om te noemen is dat... de opvolger van Fleur als journalist in residence bekend is. En volgend jaar gaat Mark Lievissen Adriaanse van NRC bij ons 5 maanden werken aan een boek over de crisis in liberale democratieën, de aantrekkingskracht van populisme en het onvermogen van de politiek om problemen van deze tijd aan te pakken. Nou ja, volgens mij weer een prachtig onderzoeksjournalistiek project. Dan heb ik alleen nog een hele kleine huishoudelijke mededeling. Er is zometeen hier een borrel voor de mensen die hier zijn. En mochten jullie het leuk vinden om vaker naar dit soort programma's te komen, dan vind ik dat ook heel leuk. Op 15 juni hebben we een programma met Maria Boletsi en Dimitri Soudias. Twee fellows die nadenken over hoe we in een postcrisis Griekenland kunnen nadenken over de toekomst. En volgende week is er een voormalig artist in residence, want die hebben we ook naast de journalisten en schrijvers. Arne Hendricks, die tijdens een lezing met ons graag wil nadenken over wat het betekent voor de wereld als we vrijwillig tot een mens van 50 centimeter zouden krimpen. Nou, bij deze, fijn dat jullie er allemaal waren en hopelijk tot de volgende.